Goed, in dit filmpje gaan we nog eens werken met complexe veeltermfuncties. We hebben al gezien hoe dat je daar nulpunten van zoekt en hoe dat je dat ontbindt in factoren. Maar er komt nog één iets bij. In deze oefening gaan we een complexe veeltermfunctie met reële coëfficiënten bestuderen. Dus je ziet, we hebben als onbekende z genomen. Dus we zijn in de complexe getallen bezig. Maar er is iets speciaals aan de hand. Als alle coëfficiënten in je veeltermfunctie, als die reëel zijn, je ziet hier nergens een i staan bij die coëfficiënten in onze veeltermfunctie, dan heeft die veeltermfunctie een eigenschap. En die eigenschap is de volgende. Als je een nulpunt kan vinden van die veeltermfunctie, dan is het toegevoegd complex getal ook een nulpunt van die veeltermfunctie. Die eigenschap gaan we hier gebruiken. We starten van een vierde graads veeltermfunctie. Dus dat wil zeggen dat we vier nulpunten gaan vinden. Of het kan ook een nulpunt met een hogere multipliciteit zijn, maar we moeten in totaal vier nulpunten vinden in de complexe getallen. Horneren zonder dat je een nulpunt kent in de complexe getallen is moeilijk. Daarom krijgen we een nulpunt gegeven en dat is 2i. Dus we gaan om onze complexe veeltermfunctie te ontbinden, gaan we al eens horneren met 2. We gaan onze coëfficiënten opschrijven. Er ontbreekt geen macht van z, dus we mogen alles... We moeten geen nulletjes ertussen schrijven. En ik ga ietsjes meer plaats laten, want in onze Horner-tabel kan er ook een complex getal met een reëel en een imaginair gedeelte voorkomen. Dus dan hebben we iets meer plaats nodig. Zo. De eerste 1 die gaat naar beneden. 1 maal 2i is 2i. 2 plus 2i. Een reëel gedeelte en een imaginair gedeelte, dat kan je niet optellen. Dat wordt gewoon 2 plus 2i. En dan ga ik hier een beetje hulpberekeningetjes doen. Dit moeten we terug maal 2i doen. 2 maal 2i, dat wordt 4i. En 2i maal 2i, dat wordt 4i kwadraat, of min 4. 6 plus min 4 is 2. 0 plus 4i blijft 4. Dit moeten we opnieuw maal 2i doen. Maal 2i, dat is 4i. En 4i maal 2i, dat is 8i kwadraat, of min 8 plus 4i. Dan gebeurt er hier iets interessants. 8 plus min 8, het reële gedeelte valt weg, wordt 0. En 0 plus 4i wordt 4i. En dit moeten we nog maal 2i doen. 4i maal 2i is 8i in het kwadraat. 8i in het kwadraat is min 8. Dus we zien dat het nulpunt klopt, dat 2i een nulpunt is van onze functie. Dus onze functie kunnen we ook schrijven als de factor die ontstaat door dit nulpunt af te trekken van z, maal de factor die ontstaat door dit hier met de juiste macht van z te vermenigvuldigen en op te tellen. We hebben één nulpunt gekregen. We hebben nu van onze een eerste graadsfactor kunnen afzonderen van onze vierde graads complexe veeltermfunctie. Maar we zitten nu nog maar in derde graad. We kunnen nog altijd niet met de discriminant werken. We hebben nog een nulpunt nodig. Maar het feit dat we het nulpunt 2i krijgen en dat alle coëfficiënten reëel zijn, vertelt ons dat min 2i, het toegevoegd complex getal, dat dat ook een nulpunt moet zijn van onze functie. Dus het toegevoegd complex getal is het complex getal met hetzelfde reële gedeelte. En het reële gedeelte van 2i is 0. En het tegengesteld imaginaire gedeelte. 2i wordt min 2. Dus we kunnen nu hetgeen dat hier overblijft nog eens horneren, maar nu met min 2i. En dat zou ook het schemaatje zou moeten uitkomen. En dan hebben we nog een eerste graadsfactor afgezonderd. En kunnen we de rest met de discriminant gaan berekenen. Min 2i. 1 maal min 2i is min 2i. Dat is hier leuk, het imaginair gedeelte valt hier even weg. 2 maal min 2i is min 4i. Hier valt het imaginair gedeelte even weg. En 2 maal min 2i is min 4i is 0. Dus,
Deze eerste graadsfactor ga ik overschrijven, want die was al ontbonden. Uit deze derde graads veelterm komt er nu nog een tweede factor tevoorschijn. We trekken die min 2 af van z. Iets negatiefs aftrekken, dat wordt positief. En dan houden we nog dit over. Dit is nog altijd een complexe veeltermfunctie met reële coëfficiënten. Dus hier verwachten we ook, aangezien dat als we een nulpunt vinden, dat het toegevoegd complex getal dan ook een nulpunt moet zijn, verwachten we dus dat we die twee nulpunten gaan vinden, nog die elkaars complex toegevoegd zijn. Dat ga ik even hier bovenaan op het bovenste bord doen. Doordat er reële coëfficiënten zijn, valt de berekening van de discriminant 1 mee, dat is zoals dat we het gewoon zijn. 2 in het kwadraat is 4, min 4 maal 1 maal 2, dat is min 4. Moesten we nu met reële veeltermfuncties werken, dan zouden we zeggen, we vinden geen nulpunten, dit is een onontbindbare factor van de tweede graad, en onze functie was volledig ontbonden. Maar we werken in de complexe getallen, en de complexe getallen doen we dit trucje, min 4 kunnen we schrijven als 4i kwadraat. En dan vinden we wel de wortel van de discriminant. De wortel van de discriminant is dan plus en min 2i. Dus wat vinden we als nulpunten hieruit? Z is gelijk aan min b, dat is min 2, plus de positieve discriminant, plus 2i, gedeeld door 2 maal a, dat is hier 2. Of z is gelijk aan min b, dat is hetzelfde, plus de negatieve discriminant, gedeeld door 2a, dat is dit. Dit zijn de twee extra nulpunten die nog verstopt zitten op de oplossingen van deze vergelijking. De twee nulpunten die in deze factor verstopt zitten. En we hadden gezegd, als het een complexe veeltermfunctie is met reële coëfficiënten, dan moeten die twee nulpunten elkaars complex toegevoegde zijn. Wel, dat is hier het geval. Het reële gedeelte is hetzelfde, het imaginaire gedeelte is verschillend. Dus, wat is de volledige ontbinding van onze complexe veeltermfunctie? Z min 2i hadden we al gevonden, z plus 2i hadden we ook al gevonden. En deze twee nulpunten gaan we nu ook nog eens aftrekken. Plus 1 min i en plus 1 plus. Dit is onze volledige ontbinding, onze vier nulpunten van deze complexe veeltermfunctie.